Hallo allemaal, hier een filmpje met heel even een uitleg over wanneer ik nou de sinus, de cosinus en de tangens moet gebruiken. Ik krijg toch nog wel eens vragen van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En wanneer moet ik nou het ene gebruiken en wanneer juist ook weer het andere? Dus heel even de basis op orde brengen in dit filmpje. Nou, als eerste wil ik jullie SOS-CASTOA introduceren. En SOS-CASTOA is echt een ezelsbruggetje. Ik schrijf hem even op met een hoofdletter S en dan de O en de S, een hoofdletter C en dan de A en de S en een hoofdletter T en dan de O en de A. Dit is echt een ezelsbruggetje. En die hoofdletter S staat voor de sinus, de hoofdletter C staat voor de cosinus, ik schrijf het toch goed. En de T staat voor de tangens. Zo. En die knoppen die zie je als het goed is ook op je rekenmachine staan. Je ziet ergens een sinusknop staan. En als het goed is daarboven de sinus min 1. Je ziet ergens een cosinusknop staan. Met daarboven de cosinus min 1. En je ziet ergens een tangensknop staan. Met daarboven de tangens min 1. Dus zoek even op je rekenmachine of je ze ook echt wel kunt vinden. Nou, het gaat voornamelijk om die letters die erachter staan. Dus bij SOS dan gaat het over de O en de S. Bij CAS gaat het over de A en de S. En bij TOA gaat het over de O en de A. En daar ga ik zo meteen heel even op terugkomen. Want ik heb in het vorige filmpje al uitgelegd van ja, hoe werkt dat nou als ik het heb over de woorden aanliggende rechthoekzijde. Ik schrijf hem wel even voluit op. Aanliggende rechthoekzijde. We hebben ook de overstaande rechthoekzijde. En we hebben de schuine zijde. De schuine zijde. Zo. En het gaat voornamelijk om die eerste letters. Dus bij aanliggende rechthoekzijde gaat het over de letter A. Zo. Bij overstaande rechthoekzijde gaat het over de letter O. En bij schuine zijde gaat het over de letter S. Nou, en dat verwijst eigenlijk naar wat ik daar net onderstreept heb. Dus bij SOS, CAS en bij TOA. Nou, even over die termen. Stel nou eens voor, ik heb hier een driehoekje waar natuurlijk een rechte hoek in zit. En dat driehoekje noem ik even driehoek A, B en C. Dan ligt tegenover de rechthoek, en dit is de rechthoek, daar tegenover ligt altijd de schuine zijde. Dus dit noem ik de schuine zijde. Als ik een bepaalde hoek wil uitrekenen, bijvoorbeeld hoek C, dan ga ik dus kijken, dus dit hoekje ga ik uitrekenen, en ga ik kijken, ja, hoe noem ik dan deze zijde die aan hoek C ligt, en hoe noem ik deze zijde die eigenlijk tegenover hoek C ligt. En eigenlijk stiekem zeg ik het al, deze zijde die ligt tegenover hoek C. Die ligt daar helemaal zo tegenover. Dus vandaar noem ik dat de overstaande, overstaande rechthoekzijde. Zo. En deze zijde, die ligt aan hoek C. Dus dat noem ik de aanliggende rechthoekzijde. Nou, dit is echt al de basis die je moet weten. Dus stap 1 is weten wat SOS-CASTOA betekent, het ezelsbruggetje. En stap 2, je moet eigenlijk weten wat deze woorden betekenen. Aanliggende rechthoekzijde, dus dat ligt aan de rechthoek. Overstaande rechthoekzijde, dus die ligt ook aan de rechthoek. Dus hier zit die rechthoek in. En die schuine zijde, ja, ik zei het al altijd, die ligt tegenover de rechte hoek. Dus hier had ik hoek A en daar tegenover ligt dan die schuine zijde. Nou, dit is eigenlijk de basis. En nu is eigenlijk de vraag dus,
Ik ga even terug naar de vraag. Wanneer moet ik nou de sinus, de cosinus en de tangens gebruiken? Nou, daarbij kan je een vraag helpen. En ik schrijf hem even op. Ik ga eigenlijk twee vragen stellen. Vraag nummer 1 is bij welke hoek ga ik staan? En vraag nummer 2 is welke zijdes weet ik al? Zo, twee hele belangrijke vragen die ik even aan de hand van de voorbeeldjes continu ga stellen. Dus bij welk hoek ga ik staan? En vraag 2, welke zijdes weet ik al? En aan de hand daarvan kan ik dus kiezen, moet ik nou gebruik maken van SOS? Moet ik nou gebruik maken van CAS? Of moet ik nou gebruik maken van TOA? Nou, en als ik dat weet, dan weet ik dus of ik nou de sinus moet hebben, de cosinus of de tangens. Zo, nou. Ik ga een klein voorbeeldje laten zien. En deze twee vragen die je daar ziet, ga ik stellen. Dus, ik heb hier een driehoekje. Hup, laat hem weer even zo zien. Ik noem het weer driehoekje A, B en C uit het vorige voorbeeld. En ik zei net dat ik hoek C wil uitrekenen. En bij deze twee zijden, bij dit driehoekje weet ik bijvoorbeeld dat dit 15 centimeter is. En AB is 8 centimeter. En hoek C wil ik gaan uitrekenen. Nou, dan ga ik echt letterlijk de twee vragen die daarboven staan, ga ik beantwoorden. Dus vraag 1. Zo, bij welk hoek ga ik staan? Nou, dat is hoek C. Want ik ga namelijk staan bij de hoek die ik wil weten. Ja, ik schrijf er even bij. Deze wil ik weten. Hup. Oké. Okay. Vraag nummer 2 is, welke zijdes weet ik al? Nou, en dan kun je de letters opnoemen, A, B en B, C, want die zijdes weet ik al. Alleen dat zegt me heel weinig. Nee, ik moet nou een keuze gaan maken tussen overstaande zijde, tussen aanliggende zijde en een schuine zijde. Dus ik kort mail even af met O, A en S. Nou, als ik dan bij vraag 2 ga kijken, dan zie ik dus vanuit hoek C. Vanuit hoek C is deze zijde de overstaande rechthoekzijde. Dus ik weet de O. En welke weet ik nog meer? Vanuit hoek A gezien, dit is de rechthoek, is dat je schuine zijde. Want ik zei al, tegenover de rechthoek ligt altijd de schuine zijde. Dus ik weet ook S. Nou, dan ga ik kijken, waar zie ik de O en de S in als ik hier naar SOS, CAS en TOA kijk? Nou, dan zie ik dat ik SOS moet gaan gebruiken. En die hoofdletter S, die stond voor de sinus. Dus ik kan nou gaan uitrekenen hoe groot hoek C is. Want ik moet dus de sinus gaan gebruiken. Nou, dat is eigenlijk echt de belangrijkste stap. En dat was eigenlijk ook de vraag. Hoe weet ik nou of ik nou de sinus, de cosinus of de tangens moet gaan gebruiken? Nou, als ik hem verder zou uitrekenen, dan krijg je dus de sinus van hoek C is AB gedeeld door BC. Met die verhouding, want het is namelijk SOS wat ik ga toepassen. Dus in die richting ga je hem ook toepassen. Overstaat gedeeld door schuin. Dan ga ik hem invullen. Dus dan krijg ik de sinus van hoek C is 8 gedeeld door 15. Dus om uiteindelijk hoek C uit te rekenen, doe ik de min 1 knop. Dus de sinus min 1 van tussenhaakjes 8 gedeeld door 15. En dat is je antwoord. Nou, laat ik hem heel even gelijk uitrekenen. Sinus van 8 gedeeld door 15. En daar komt uit 32,2 graden. Nou, ik ga nog een voorbeeldje laten zien. En ik gebruik weer die twee vragen. Dus welke hoek ga ik staan? Oh, daar moet even een K bij. En welke zijde weet je al? Nou, laat ik heel even helemaal opnieuw beginnen. Hup. En ik pak even een ander driehoekje. Natuurlijk moet er wel een rechte hoek in zitten. Daar zit de rechte hoek in. Ik noem het de driehoek P, Q en R. Waarvan deze zijde 6 centimeter is.
En deze, zeg ik, dat is gewoon 10 centimeter. Hup. En hoek Q wil ik nu gaan uitrekenen. Nou, vraag 1 was dus, waar ga ik staan? Nou, als ik ga kijken naar mijn vraag, dan ga ik dus bij hoek Q staan. Dus vanuit hoek Q ga je dus nu kijken. Nou, ik ga hoek Q nu een bolletje geven, vanuit daar ga ik kijken. Vraag nummer 2 was, welke twee zijdes weet ik al? Dus welke zijdes weet ik nu? Nou, dan ga ik antwoord geven, namelijk, ik weet deze zijde. En die ligt aan hoek Q, dus dat is ook wel de aanliggende rechthoekzijde. En, welke weet ik nog meer? Deze zijde, PQ. En dat noem ik de schuine zijde. Nou, waarom de schuine? Omdat die tegenover daar de rechthoek ligt. Nou, in het ezelsbruggetje SOS, CAS en TOA ga ik kijken, waar ligt nou die A en die S in? Nou, en hier zie ik hem in CAS. Daar ga ik hem gebruiken. En die hoofdletter C stond voor de cosinus. Dus met de vraag, hoe moet ik nou weten of ik nou de sinus, de cosinus of tangens moet gebruiken? Ja, ik ga dus gewoon eigenlijk kijken welke zijdes ik weet. Nou, ga ik hem nu invullen, dan krijg ik dus de cosinus van hoek Q is, ik ga hem weer zo aflezen, aanliggend. Dus die QR gedeeld door PQ. Ik ga hem invullen, de cosinus van hoek Q is dus 6 gedeeld door 10. En om hoek Q nu uit te rekenen, doe ik de cosinus min 1 knop van 6 gedeeld door 10. En als ik dat uitreken, dan komt daar 53,1 uit. Vergeet je eenheid niet, we hebben het over graden. Ja? Nou, laat ik even een soort quizje voor je maken. Ik geef je driehoeken, ik geef je gewoon bedenktijd. Laat ik even een vraag A maken, een vraag B en een vraag C. Dit is een driehoekje. Die ziet er zo uit. Hier zit de rechterhoek. A, B en C. Deze driehoek die laat ik zo even zien. D, E en F. En deze die ziet er gewoon even zo uit. En dat is driehoek K, L en M. Waarvan dit de rechterhoek is. Hier wil ik uitrekenen hoek B, daar wil ik uitrekenen hoek D en hier wil ik uitrekenen hoek K. Zal ik er ook even zo een boogje in zetten, dan is het misschien nog even duidelijker. En dan is hier gegeven dat dit 5 centimeter is en dit is 20 centimeter. Hier is het 6 centimeter en daar is hij 8 centimeter. Hier is hij 12 centimeter wanneer dit 32 centimeter is. Nou, aan jullie heel even de bedenktijd wat het moet zijn. Zet anders het filmpje even op pauze, zodat je zelf even kunt bedenken of je nou de sinus, de cosinus of de tangens moet invullen. Nou hoop ik dat je het filmpje zojuist op pauze hebt gezet, zodat je jezelf even kunt testen. Laat ik even kijken naar de antwoorden. Bij het allereerste driehoekje, ik zet weer even de vragen 1 en 2 erbij. Bij vraag 1 moest ik hoek B uitrekenen. Dus ik zet hier bij vraag 1 hoek B neer. Ik maak dat hoekje, zet ik even een rood bolletje bij. En bij vraag 2, welke twee zijdes weet ik al? Dat is namelijk deze zijde en die zijde. Nou, dat is dus ook wel de aanliggende rechthoekzijde en de schuine rechthoekzijde. Dus gekeken in SOS, CAS, TOA. SOS, CAS en TOA. Dan zit die hierin, in die CAS. Dus met andere woorden, bij deze vraag ga ik gebruik maken van de cosinus. Ja, dus ik ga even alleen
bekijken bij dit quizje van moet ik nou de cosinus gebruiken, de sinus of de tangens. Nou, dan ben ik bij vraag B. Hup, zo. Ik stel weer de twee vragen en dan kijken we naar of ik nou de sinus, de cosinus of de tangens moet gebruiken. Vraag 1, bij welke hoek ga ik staan? Ik ga nu bij hoek D staan. Ik teken even het hoekje D met oranje. Dus hoek D, daar ga ik staan. En vraag 2 is welke twee zijdes weet ik? Deze zijde weet ik al. En die zijde weet ik. Nou, zijde DF is ook wel de aanliggende rechthoekzijde. En van E naar F is ook wel de overstaande rechthoekzijde. Nou, in SOS, CAS en TOA ga ik nu kijken wat nou de A en de O is. Nou, die zit dus hier bij TOA. Dus met andere woorden, het antwoord hier, ga ik de tangens gebruiken. Zo. Nou, en dan de laatste. Die kan ik hier nog vast wel even kwijt. Vraag 1. Waar ga ik dan staan? Ik zal het even in blauw doen. Daar ga ik staan, bij hoek K. Hoek K. Vraag 2. Welke twee zijdes weet ik al? Nou, ik weet deze zijde. En ik weet die zijde. Nou, die zijde LM ligt er tegenover hoek K. Dus dat is ook wel de overstaande rechthoekzijde. En KM is ook wel de schuine zijde. Nou, in SOS, CAS en TOA, waar ligt die O en die S dan in? Dan ligt die hierin, in de SOS. Dus met andere woorden, bij de laatste moet ik de sinus gaan gebruiken. Ja, dus in dit geval hebben we ze alle drie gebruikt. We hebben de cosinus gebruikt, we hebben de tangens gebruikt en we hebben de sinus gebruikt. Nou, en in de volgende filmpjes kun je ook zien van hoe ik de hoeken uiteindelijk kan uitrekenen. Nou, even een heel lang filmpje, maar ook aan de hand van een kleine oefenopgave. Nou, kijk maar eens even of het lukt. En als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Succes!